Welkom bij ons wekelijks gesprek met Paul Jansen, de hoofdredacteur van de Telegraaf, waarmee we een aantal grote nieuwsonderwerpen doornemen. Paul, welkom. Dankjewel. We kunnen er niet omheen. Hij is van ons heen gegaan, Ruud Lubbers. Ja. Ik zeg altijd, ik ben een kind van Ruud Lubbers, opgegroeid in de jaren 80. Dit is de enige premier die ik in mijn jeugd gekend heb. Van 8 was ik eigenlijk een beetje te jong. Mm. En wat heeft hij eigenlijk nagelaten voor Nederland? Nou, hij was echt een groot staatsman. Ook de langzittende de premier. Maar hij heeft ook niet alleen Nederland door een hele moeilijke periode geholpen, de jaren 80. Toen hij natuurlijk met stevig ingrijpen de economie ook weer gezond heeft gemaakt. En als partijman heeft hij natuurlijk het CDA groot gemaakt. Er zat ook wel wat dramatiek rond Lubbers. Aan het einde van zijn derde termijn als premier zag je dat wat dan zo mooi heet de houdbaarheid van hem heel plots was verstreken. Hij had het iconische naam dat hij de magger was in Den Haag. Altijd de man van de machtspolitiek die altijd met je ging meedenken, zei hij dan tegen zijn ministers. En dan wisten ze wel dat ze de klos waren. Want wat deed Lubbers? Dat heeft hij als eerste ingevoerd. Lubbers had als premier contacten zelf met alle ministeries. Dus hij wist vaak eerder wat er op de departementen speelde dan zijn ministers. En dat maakte hem zo invloedrijk en zo machtig binnen het kabinet. Dus het was heel dubbel om voor hem te werken als minister? Nou, je kon het daardoor knap lastig krijgen als je bij jouw premier meldt omdat je een probleem hebt. En, of voor iets anders, de premier weet al meer wat er gaande is op jouw departement. En misschien ook wel wat de oplossing via de topambtenaren. Dan sta je er als minister toch niet altijd heel fijn op. Maar goed, aan het einde van zijn derde termijn glipte het eigenlijk allemaal door de vingers. We kennen natuurlijk de dramatische opvolging door Eelco Brinkman. Waar Lubbers zei, ik ga niet op mijn kroonprins stemmen, maar op nummer 3 van de lijst Heers Berlin. Dat was toch wel een doodsteek. En eigenlijk de laatste acte van deze machtspoliticus, die daarna ook een zeer ongelukkig vervolg heeft gekend. Hij werd gepasseerd voor een Europese topfunctie, omdat Helmut Kohl naar verluid wraak wilde nemen voor het feit dat Lubbers bedenkingen had bij de Duitse hereniging. Hij werd ook nog gepasseerd voor een NAVO-topfunctie. Uiteindelijk ging hij aan de slag bij de UNHCR, zoals we weten. En ook daar moest hij ook iets gedaan met die billenknijpen. Weten we eigenlijk? Fijn, hebben we er nooit over gehoord. Daar kwam een MeToo-achtige, zouden we nu zeggen, ja. MeToo-achtige affaire. En uiteindelijk heeft Lubbers daar, is hij daar ook vertrokken. En hij was nog wel in Den Haag de laatste jaren, zeker rond het kabinet Rutte 1, was hij buitengewoon invloedrijk. Werd ook vaak nog gesignaleerd aan het Binnenhof, dacht wederom mee. Kwam met allerlei voorstellen. Maar hij is toch langzaam in de vergetelheid geraakt. Nog een keer als informateur benoemd. Maar al met al een zeer invloedrijk en belangrijk staatsman en die heel veel voor Nederland heeft betekend. Als we kijken naar hoe heel veel Europese landen in de jaren 60, 70 die verhouding overheid-bedrijfsleven. Ja. Dan zou je bijna kunnen zeggen dat Lubbers en misschien daarna Kok een beetje de architecten zijn geweest van een goede in-between. Waarin we niet te socialistisch zijn, maar ook niet te kapitalistisch. En daar zijn zij toch een klein beetje de architecten van, als ik het zo mag zeggen. Nou, dat geldt zeker voor Lubbers. Nederland was wel uit de rails aan het lopen. En je zag ook onder zijn voorganger Van Acht, die ook een bezuinigingsprogramma, Bestek 81 destijds, nog had opgetuigd. En het ging allemaal moeizaam. En Lubbers met zijn toenmalige minister van Financiën aan het begin, Ruding. Onno Ruding. Onno Ruding hebben gewoon echt een bikkelhard. Ook voor de Haagse in-crowd. Want de ambtenaren werden ook aangepakt. Maar een bikkelhard bezuinigingsprogramma neergezet. Wat ongekend was daarvoor en daarna. Maar wat wel ervoor heeft gezorgd dat Nederland redelijk snel het lek boven had. En daardoor kon het weer gaan groeien. Natuurlijk, Nederland was toen ook al heel afhankelijk van wat er in het buitenland gebeurt. Nederland is economisch zeer verwoven met het buitenland. Maar Lubbers heeft daar met zijn kabinet een hele belangrijke basis gelegd voor de gezonde groei die ook onder Kok later in de jaren 90 tot stand is gekomen. Het poldermodel. Nou ja, men ging daarna, Lubbers was iets minder van het polderen, hoor. Ja. Die ging er ook wel met gestrekt been in. Maar hij heeft wel de basis gelegd voor de successen uit de jaren 90.
Ja, het kabinet is goed en wel op weg op een van de belangrijkste posten, maar ook een van de architecten van dit kabinet, mogen we Halbe Zijlstra als belangrijke onderhandelaar wel noemen. Zeker. Die heeft het loodje alweer gelegd. Was dit onvermijdelijk, zijn vertrek? Nou, aanvankelijk leek het daar niet op. Er werd ook wel duidelijk vanuit de coalitie gezegd, we houden het front gesloten. Dat zag je ook in de aanvankelijke reacties van Buma en Pechtold bijvoorbeeld. Van het CDA en D66. Maar toen de bron in dit verhaal rond de leugen van Zijlstra. Want Zijlstra heeft natuurlijk heel dom een verhaal naar zich toegetrokken wat hij nooit had moeten doen. Dat is echt ongelooflijk. Maar hij heeft het wel gedaan voordat hij minister werd. Ja. Dat is belangrijk. Op een VVD-congres volgens mij. Op een VVD-congres. Ja. Maar hij deed het dus als VVD-politicus en niet als dienaar van de kroon, niet sprekend namens Nederland. En dat is wel een belangrijk verschil. Dus in de coalitie geloofde men er aanvankelijk nog wel in. Maar toen de bron, nu we allemaal weten dat dat voormalig Shell-topman Van de Veer is geweest, die wel bij die bewuste In die Dacia van Poetin was en dat verhaal heeft verteld. Die ging op een gegeven moment zwalken in het verhaal. Toen werd de positie van Zijlstra onhoudbaar en moest hij de handdoek in de ring gooien. Nou, dat is een drama voor Zijlstra. Het is niet goed voor Nederland, laten we wel wezen, die hele affaire. Maar interessant is ook, wat doet het met de VVD? De grootste regeringspartij, waar weer een kopstuk sneuvelt. We hebben natuurlijk net in de aanloop naar het nieuwe kabinet nog minister Hennis gehad die moest aftreden. En er is daarvoor eigenlijk een hele reeks van incidenten geweest binnen de VVD. Zijlstra was ook als rechtse houtdegen, was echt een man die de koers bewaakte binnen de partij. Je ziet nu dat premier Rutte, de partijleider, toch wel wat geïsoleerd raakt. En ik zie ook wel, we hadden het net over Lubbers en het CDA in de jaren 80 en begin jaren 90. Waar, dat zie je bij de VVD ook gebeuren, dat op een gegeven moment holt zo'n partij van binnenuit als ze heel lang aan de macht zijn. De VVD-congressen zijn meer applausmachines geworden de laatste jaren. Dat nog echt inhoudelijk over de koers wordt nagedacht. Je ziet de brede basis aan talent zie je een beetje opdrogen. De fractie in de Tweede Kamer van de VVD gaat zich heel erg voegen naar wat de leider wil. Kortom, er is te weinig, lijkt het zich af te tekenen, interne discussie en vernieuwing en verjonging om zo'n partij ook voor langere termijn fris te houden. En dan gaat vroeg of laat die houdbaarheid ook in deze partij weer spelen. Het laatste kabinet van Rutte waarschijnlijk sowieso. Wouter Winter zei dat ook nog eens een column van dit lijkt het einde. Nog heel even terug op Zijlstra. In eerste instantie zei hij... Ik wil mijn bron beschermen. Ja. Maar toen heeft Philip Remarque van de Volkskrant terecht gezegd, ik ga nu niet meewerken aan een excuus. Ik ga nu niet. Ik gooi het nu ook boven tafel. Dat is eigenlijk best naïef geweest van Zijlstra. Had hij op dat moment toch niet meteen zelf met alles meteen naar buiten moeten komen? Van eigenlijk speelde dit er. Nou, dat weet ik niet. Of dat naïef van Zijlstra is geweest. Het is in ieder geval wel naïef geweest van hem om een verhaal waar wat niet van hem was, tot de hemmen te maken. Dat had hij gewoon niet moeten doen. Dat is gewoon buitengewoon knullig en ja, gewoon dom. Ja. En ik ken Zijlstra uit mijn Haagse tijd en dat herken ik ook helemaal niet in hem. Het is niet iemand die graag pocht met dit soort zaken. Dus ik kan het ook heel moeilijk plaatsen. Maar goed, Hij heeft het gedaan en is daar hard voor afgestraft. En dat zal iedereen in Den Haag ook weer leren. Dat je als politicus altijd, in wat voor functie je dan ook zit, zit je in de spotlight. En je kan je maar heel weinig fouten veroorloven. Want uiteindelijk gaat het om je geloofwaardigheid als politicus. En als die in het geding is, ja, dan ben je weg. Ja, Paul, we zijn op de vingers getikt door James Mattis, Amerikaanse minister van Defensie. Voormalig, volgens mij, commandant van het Amerikaanse Korps Mariniers. Een echte ijzervreter die zegt, joh, landen als Nederland, de secretaris-generaal heeft het ook al gedaan van de NAVO. Jullie blijven onder die 2%, dat is niet de bedoeling. Die uitgaven moeten omhoog. Ja, ja, dat is kwestie van geld en prioriteiten stellen. We hebben het hier al vaker over de NATO gehad en de uitgaven op de NAVO. Ja, hoe moet dat verder? Want ik weet eigenlijk niet of de Amerikanen hier nog consequenties aan gaan geven. Nou ja, dit is een heikel punt. Inderdaad al jaren, want Nederland voldoet al jaren niet aan de NAVO-eis
waar Nederland zelf zegt dat ze eraan willen voldoen. Ja. Hè? Dus ook minister Bijleveld heeft aangegeven, ja, dat streven naar dat is 2% van je... dat moet je uitgeven aan defensie. Bijleveld heeft gezegd, ja, daar voelen we ons aan gehouden, maar Nederland staat nu op 1,17%. Nou, dat scheelt een slok op een borrel. Het gaat echt om een miljarden tekort wat je dan meer zou moeten uitgeven aan defensie. En kijk, ik snap zeker de Verenigde Staten wel, die toch het gevoel hebben dat zij het moeten opdraaien, ook voor onze veiligheid. Ja. En dat is natuurlijk traditioneel zo gegroeid. Maar je mag wel van de Europese landen en zeker ook van een trouwe bondgenoot als Nederland verwachten dat wij ook ons deel op ons nemen. En dat we niet denken, nou, we bezuinigen nog eens even een stuk en dan die Amerikanen lossen het wel op. Wat toch een beetje de hele tijd de gang van zaken is geweest. Alleen tot nu toe hebben ze er niet echt consequenties aan. Nou ja, kijk, ook weer dit kabinet geeft natuurlijk veel meer uit aan defensie dan voorheen. Maar er is in de jaren daarvoor zo hard bezuinigd dat je uiteindelijk het gat daarmee ten aanzien van die norm nog niet dicht. Dus ik denk dat het zaak is dat Nederland niet alleen dit met een mondbeleid, maar het in daden omzet. Er zijn nog meer belangrijke zaken in Nederland. Denk aan onze ouderenzorg, om maar eens wat te noemen. Ook zeer belangrijk aan ons onderwijs. Nou, zo kunnen we nog een aantal zaken opnoemen. Defensie is in verkiezingstijd niet zo'n heel populair thema waar mensen zeggen op, oh, die partij geeft zoveel aan defensie, dan stem ik op die partij. Dat speelt uiteindelijk bij dit soort processen wel een rol. Want als er dan het geld verdeeld moet worden, gaat men het toch eerder aan andere zaken geven. Maar ik vind wel, als het kabinet, en het kabinet spreekt met één mond, zegt dat de norm moet worden gehouden, dan moeten ze zich daar ook aan houden. En met de economische rugwind van nu, meevaller op meevaller zit er aan te komen. Is daar ook meer mogelijk dan wat het kabinet nu doet. Ja, dus Mattis heeft gewoon gelijk en hou je eraan. Absoluut. Nederland heeft een hoop gezegd en moet nu gaan leveren. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, als je nu...